We zijn bij de Stichting Kunstwerk in de Boterstraat. Voor mij kunstenares Yvonne Koopman. Yvonne, wat gaat hier gebeuren voor expositie? Deze expositie heet Koppels. Dus het gaat ook over koppels. En er zijn 5 kunstenaars en 1 kunstenaars koppel, echt koppelzagen. Hè, dat is Saskia en Gerrit. Die hebben werk gemaakt geïnspireerd op koppels. Dus of vormen die bij elkaar horen, of echte koppels, of schilderijen. En ik heb zelf objecten gemaakt. Op de manier waarop ik altijd objecten maak. Ik vind spullen en daar maak ik dan objecten van. En op die manier is ook dat koppels ontstaan. Ik had 2 takjes gevonden en die hoorden heel erg bij elkaar. En nou ja, dan heb je een soort uitgangspunt en dan ga je anders naar de wereld om je heen kijken. En dan vind je andere dingen en dan zoek je naar kunstenaars bij die dat eigenlijk ook hebben. Maar, wat was hun eerste reactie? Dat ze het erg leuk vonden om mee te doen. En nou ja, dus iedereen heeft gewoon op zijn eigen manier koppels gemaakt. Even over je eigen loopbaan als kunstenares. Wat maak je en wat doe je precies? Nou, ik maak objecten van voorwerpen die al een eerder leven gehad hebben. Dus ik geef ze een tweede ziel. Maar ik doe ook participatieprojecten. Bijvoorbeeld het vogelhuisje op de Van Harenlaan en de portiek, kunst boven de portieken in Nieuwland. En dat torentje natuurlijk in het water van Nieuwland. Ja. Aanstaande zondag is de officiële opening en er gaat iets spectaculairs gebeuren. Wat precies? Nou, logisch is dat je aan een koppel denkt, aan een man en een vrouw. En toen dacht ik, nou, het zou erg leuk zijn als er een echtpaar getrouwd zou worden. Maar ik ga nog niet verklappen wie. Nee. Nou zeg je logisch een man en een vrouw, maar we zitten in de moderne tijd. Hè? LHBT, komt dat er ook in voor? Ja, want ik heb een object gemaakt. Het staat daar en dat heeft daarmee te maken. Ja. En even voor de duidelijkheid, het is een officieel huwelijk, hè? Ja, het is een officieel huwelijk. Er is een babs. Katie Huytema, die gaat dat doen, natuurlijk inzegenen. Ja. Wie zijn de andere collega's die kunst maken met dit onderwerp? Nou, ik zei al, zagen noemde ik al, van Saskia en Gerrit. Andy Wieringa, Cora Moret, Marita Beukers en ikzelf. Ja. Nou, even de facts. Aanstaande zondag gebeurt het. Hoe laat kunnen de mensen aanwezig zijn in de Boterstraat? Nou, om 1 uur is de ruimte open. En dan wordt het om 3:30... heet ik ze welkom en om 4 uur is de officiële trouwerij. Met taart en slingers, ja, en rijst? Rijst mag niet meer. We hebben ook 2 bruidsmeisjes. Van toen met de trouwjurken waar we een tweede prijs mee hebben gewonnen. Die zijn er ook zondag. En er is wel een officiële bruidstaart. Okay. Ook.